miljoen verlies, februari, dat ze daadwerkelijk pas weer aan de slag kunnen. Toch zijn de meeste baggeraars en bouwers ook simpelweg blij dat ze voorlopig straks weer vooruit kunnen. Ja, dus ten opzichte van de rampzalige situatie die Rutte had gecreëerd, is dit relatief een verbeteringetje voor bepaalde sectoren. Maar vergeet niet dat ten eerste, dit is allemaal heel erg korte termijn. Dit gaat over een kwestie van een paar maanden totdat weer het nieuwe probleem in beeld komt. En heel Nederland moet nu terug in snelheid. En dat treft ook heel veel mensen, bijvoorbeeld buiten de Randstad, die echt die tijdswinst die je maakt met 130 enorm gaan missen. Die daar enorm problemen van gaan ondervinden. Dus je creëert weer allemaal nieuwe problemen. En we moeten niet vergeten, dat is de kern van wat ik elke keer probeer duidelijk te maken. Dit is een verzonnen probleem. Stikstof is niet slecht voor de natuur. Het zorgt alleen voor op bepaalde plekken wat ander soort gewassen. En de milieubeweging heeft dus blijkbaar hier volledig het kabinet in de zak. En het kabinet gaat mee in al die prietpraat van GroenLinks en D66 over slecht voor het milieu, wat het niet is. En is heel Nederland, heel ondernemend Nederland, is hier van de klos. Maar dit is een paar maanden respijt en dan krijgen we weer een nieuwe crisis. Maar om daar toch even op door te gaan, hè, want de verschraling van de biodiversiteit hebben ze het dan over. Maar, ze zeggen van de overwoekeren kwetsbare gebieden en dan bloemen onzin. En planten. Maar als u zegt dat het is onzin, hoe kan het eigenlijk dat u dan de enige bent die dat ziet? Ja, ik denk dat wij gewoon wat verstandiger en wat redelijker en wat rationeler zijn dan de meeste mensen in de politiek. Wij informeren ons ook grondig buiten, zeg maar, de dagbladen en de waan van de dag. Er is net een groot proefschrift verschenen. De afgelopen 20 jaar zijn er 157 soorten in Nederland bijgekomen. En er zijn 42 soorten verdwenen. Maar dat is dus in Nederland. Dus netto is de biodiversiteit toegenomen. En die soorten die dan hier verdwenen zijn, die zijn dan wat meer naar België gegaan, naar Frankrijk enzovoorts. Dus het is ook niet zo dat het uitsterft. Het is gewoon, in Nederland verandert het landschap wat. En dat is heel normaal, dat is prima, er is niets aan de hand. Feit blijft dat jullie het daar niet over eens zijn, de verschillende partijen in de Tweede Kamer. Maar zij zijn gewoon ongelooflijke sukkels. Even naar Angela. Wat doet zeg maar die verschillende standpunten als je dit zo hoort? En we horen natuurlijk ook Rutte en andere partijen dus wel over het probleem praten, maar volgens meneer Baudet is er niks aan de hand. Wat doet dat met jou als zeg maar leek? Dat je, snap je er nog als iets van? Als consument van als consument het nieuws, als burger van dit land. Het is best wel een dingetje. Ik kan me met de beste wil, ik bedoel, ik ken niet alle onderzoeken, maar ik kan me met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat de regeringspartijen al deze ellende op hun nek halen als ze als dat heel makkelijk te veranderen zou zijn. Erg is dat, hè? Maar hoe reageert u daarop? Het heeft mij ook jaren gekost totdat ik tot dat inzicht kwam. Dus al die immigratie is ook zo'n onderwerp. Waarom gebeurt dat? Omdat we dus geregeerd worden door idioten, door sukkels, door mensen die zich totaal niet informeren. Maar die mensen staan aan de grens, toch? Oké, dat denk ik. Die mensen staan toch aan de grens? Nee, die mensen staan helemaal niet aan de grens. Die halen wij op. Er is een veerdienst in de Middellandse Zee waar we gewoon die boten, we slepen Laten ze naar even, Europa toe. Ja. Waanzin. Stikstof is hetzelfde. Waanzin. Een verzonnen probleem. Het gaat alleen maar over afspraken die gemaakt zijn met de Europese Unie, dat bepaalde heidegrond willen behouden in Nederland. Oké, dat heeft u gezegd, meneer Baudet. Heeft niets te maken met een reëel milieuprobleem. Laten we heel even gaan luisteren toch naar Mark Rutte en wat hij gisteren zei over de crisis door de stikstofproblematiek. Waarom ik zeg dit is de zwaarste crisis in mijn carrière, in mijn 9 jaar als premier, omdat we hier geconfronteerd worden met het risico nu gewoon vandaag van baanverlies. Geconfronteerd worden met een technisch groot probleem. Hoe ga je de stikstofuitstoot daadwerkelijk terugdringen? Want wat moeten we doen en tegelijkertijd ook nog meer natuurherstel doen, zodat je uiteindelijk dat baanverlies ook kunt voorkomen. Zodat je weer kunt gaan bouwen, zodat je weer wegen kunt aanleggen en kunt zorgen dat de industrie verder kan groeien. Ja, u heeft duidelijk gemaakt nu wel dat u in uw optiek dus deze problematiek, de situatie waar we nu in zitten, eigenlijk niet nodig was geweest. Maar als we het toch gaan hebben over die oplossingen, want we zitten nu eenmaal in deze situatie, de oplossingen waar het kabinet nu mee komt, hoe luistert u daarnaar? Dit slaat ook helemaal nergens op. Dus als je al gelooft dat er een probleem zou zijn met stikstof, wat helemaal niet het geval is. Dat heeft u duidelijk gemaakt. Moet je dus al, dit is 0,07% of zo van onze totale uitstoot. Heel Nederland moet 100 gaan rijden. Terwijl Carola Schouten, de minister op dit onderwerp, heeft zelf gezegd dat het totaal niet uitmaakt hoeveel stikstof wij in heel Nederland uitstoten. Want stikstof is helemaal geen probleem. Het gaat om het behoud van enkele als museum aangeduide natuurgebiedjes. Dus in heel Nederland ga je dan de maximumsnelheid omlaag brengen om een enkele
heidegrond en mosgebiedjes te behouden, omdat je dat ooit zo hebt afgesproken. Nee, dat standpunt is inderdaad duidelijk. Maar vervolgens zitten we dus wel in een crisis. Ligt de bouw plat, kunnen de baggeraars niet door? Weten de boeren niet waar ze aan toe zijn? Ja, maar dus wat voor oplossing ligt er dan? Oh, heel simpel. Je moet gewoon het Duitse model invoeren. Over de grens zijn de normen voor hoeveel stikstof je mag uitstoten 140 keer minder streng dan bij ons. Dat kunnen we gewoon doen. Forum voor Democratie heeft ook een motie ingediend in de Tweede Kamer gewoon. Morgen kun je het besluit natuurbeheer aanpassen. Dan kun je die norm ophogen. En wat ze zeggen, dat de Raad van State zou hebben gezegd dat dat niet mag, dat is flauwekul. Het enige wat de Raad van State heeft gezegd is dat ons stelsel van vergunningverlening niet in overeenstemming is met de Europese systematiek. Maar de Raad van State heeft dus niets gezegd over hoeveel stikstof je precies mag uitzetten. Omdat dat namelijk helemaal niet het probleem is. Maar stikstof is gewoon potgrond, is gewoon mest, is gewoon pokon. Is gewoon een beetje van dat spul. En wat we nu mogen uitstoten is 0,05 mol. Dus als we het dan hebben over die motie die u indient, hè, dan zou je denken, nou, als dit zo'n goed idee is, dan steunen verschillende partijen in de Tweede Kamer dat. Maar vooralsnog lijkt u alleen steun te hebben van de PVV. Dus lijkt die motie er niet doorheen te komen. Klopt, ja. Wat gaat u dan doen voor de Forum voor Democratie kiezer of voor de consument in Nederland? Nou, ik denk dat ik hier zit om het toe te lichten. Er komen heel veel leden binnen, heel veel mensen die ons steunen. En we wachten op nieuwe verkiezingen, totdat we eindelijk rationeler beleid kunnen gaan voeren. Dus één ding, de 130 borden moeten niet worden weggegooid. Want zodra wij in het kabinet zitten, gaan we onmiddellijk weer terug naar normale snelheid. Goed, duidelijk. Dank jullie wel voor nu. Straks.